Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina en deze video is de laatste tijd echt niet normaal veel aangevraagd. Ik had niet zo lang geleden ook een skincare routine gemaakt en onder die video, maar ook op mijn Instagram en onder andere video's, werd er massaal gevraagd of ik weer eens een night routine wilde maken. Nou, hierbij mijn night routine video. Ik heb in het verleden echt... ik weet niet hoeveel routinevideo's gemaakt, maar het zijn er een hoop. Maar het leek me ook weer leuk om een night routine te maken, want volgens mij heb ik nog nooit hier in dit huis een night routine video opgenomen. Wel een morning en een skincare, maar nooit een night. Om eerlijk te zijn is mijn night routine niet mega veel veranderd. De basiselementen die blijven natuurlijk in mijn night routine. Maar ja, het is altijd leuk om iemands avond te zien, althans dat vind ik tenminste. Mocht je benieuwd zijn wat ik allemaal in de avond doe, kijk dan vooral verder. Maar voordat ik ga beginnen, wil ik nog even zeggen dat deze video een samenwerking is met Nivea. En mocht je toevallig echt sinds jongs af aan best wel een grote fan van Nivea zijn. En ik vind het echt super leuk dat zij een onderdeel zijn van deze video. De Nivea producten die ik in deze video ga gebruiken zul je straks ook wel zien, maar ik zal ze even snel aan jullie introduceren. Nivea is met een nieuw product gekomen, namelijk de Body Lotion Mousse. En ja, dit ga ik dus vandaag voor het eerst gebruiken. En dit product zal ik straks na het douchen gaan gebruiken. En zoals je kan zien zijn het twee verschillende varianten. Deze is met amandelolie en deze is met shea butter. Maar genoeg over dit, ik zal hier straks meer over vertellen. Maar laten we maar eerst even gaan beginnen met mijn avond. Bijna elke avond eet ik rond een uur of zes mijn avondeten en soms kook ik. Soms kook ik alleen, soms kook ik met mijn huisgenoot, soms bestel ik iets, soms ga ik ergens buiten de deur eten. Maar vanavond ga ik samen met mijn huisgenootje Sarah koken. En de maaltijd voor vanavond is pasta. En om precies te zijn is het pasta pesto met kip. Verschilt echt per dag. Soms heb ik een event in de avond, soms ga ik sporten, maar vandaag wordt het een werkavondje, want ik heb echt best wel wat te doen. Deze periode is best wel druk voor mij, dus ik moet gewoon heel veel gedaan hebben. Dus dit wordt een laptop werkavondje. En met werk bedoel ik video's bewerken, mails beantwoorden en eigenlijk alles wat er op mijn to-do-list staat. Als dat allemaal is gedaan, wordt het tijd om te gaan douchen. Ik vind het altijd echt heerlijk om in de avond te douchen. Soms douche ik ook in de ochtend, maar ik weet gewoon dat ik in de avond meer tijd heb om me uitgebreid te wassen. Dan gebruik ik ook echt alles wat ik kan gebruiken. En natuurlijk gebruik ik de producten van Nivea. Ik gebruik nu de versie met amandelolie erin. De reden waarom ik deze nu gebruik is omdat dit product bedoeld is voor een zeer droge huid. De andere mousse is ook bedoeld voor een droge huid, maar ik heb echt gewoon zeer droge benen. Dus ik ga deze sowieso voor mijn benen gebruiken en ook voor de rest van mijn lichaam. Zoals jullie kunnen zien, kom ik net onder de douche vandaan. Ik zie er ook echt mega aantrekkelijk uit. Wat? Het wordt tijd om voor het eerst de body lotion mousse te gaan gebruiken. Dit product wordt wel eens in verwarring gebracht met een mousse voor onder de douche. Maar dit product is voor na de douche of gewoon voor overdag. Over het algemeen zijn body lotions best wel plakkerig en trekt het niet heel snel in. Nou, ze zeggen dat dit product, dus de mousse, veel sneller in zal trekken en niet plakkerig zal zijn. Oké, ik heb een beetje te veel op deze arm gedaan. Maar dat maakt niks uit, want ik moet mijn hele lichaam ermee in smeren. Mijn benen komen er ook wel even bij. Inderdaad, het is niet heel erg plakkerig, want normaal gesproken
smeer ik me nooit na het douchen in. Omdat ik echt best wel een hekel heb aan body lotion. Nou, ik niet per se een hekel, maar ik vind het gewoon niet zo fijn. Want inderdaad, dan heb je een plakkerig gevoel. Maar dit voelt fijn aan. Ik smeer dit in met plezier. En ik moet je zeggen dat de mousse ook heel luchtig is. En dat is gewoon fijn aan de mousse. En ik vind dat dit best wel een verwendmomentje is. Oh ja, dit onderdeel was ik bijna vergeten. Nadat ik me heb ingesmeerd met mijn Nivea Body Lotion Mousse, wordt het ook even tijd voor mijn skincare routine. Want zoals je misschien hebt gemerkt, heb ik nog niet eens laten zien hoe ik mijn make-up eraf haal. En wat ik voor de rest met mijn gezicht doe. Ik vind het echt belangrijk om in de avond mijn gezicht goed te reinigen. Ook al heb ik al gedoucht, ik moet mijn gezicht niet overslaan. En soms haal ik mijn make-up af voordat ik ga douchen, maar soms doe ik dat ook erna. I don't know why, soms gebeurt dat gewoon. Als ik helemaal schoon en opgefrist ben, dan wordt het tijd voor een kopje thee. Want ik sluit bijna altijd de dag af met een heerlijk kopje thee. Want ik ben echt een theeleut. En tijdens het drinken van mijn kopje thee ben ik gewoon een beetje aan het relaxen. Ik zit op social media, ik stalk Instagram accounts, ik bekijk YouTube filmpjes. Ik ben trouwens helemaal obsessed met verschillende dierenaccounts op Instagram, echt. Mijn hart smelt daar echt door. En dan wordt het tijd om naar bed te gaan. En vaak slaap ik rond een uurtje of 10, 11, 12. Het ligt eraan. Maar ik probeer altijd rond een uurtje of 10, 11 in bed te liggen. En dan val ik vanzelf wel in slaap. Nou, dat was mijn avondroutine. Nu weten jullie hoe mijn avond eruit ziet. Zoals ik al eerder zei, het verschilt echt per dag hoe mijn avond eruit ziet. Ik kan wel elke dag mijn avondroutine gaan filmen. Maar ja, het is gewoon elke keer weer anders. Het ligt aan mijn activiteit en hoe ik me voel en dat allemaal. Maar zo hebben jullie wel een beetje een beeld kunnen krijgen. Trouwens, voordat ik deze video afsluit, wil ik Nivea nog bedanken dat zij een onderdeel wilde zijn van deze video. Mocht je meer informatie over het product willen weten, dan zal ik hieronder in de beschrijving meer informatie plaatsen. Doe vooral dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik jou de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Oh, voordat ik ga, wil ik nog graag aan jullie vragen wat jij als laatste doet voordat je gaat slapen. Ik denk dat jullie allemaal wel op je telefoon zitten of misschien een boek lezen. Maar het allerlaatste wat ik doe voordat ik ga slapen is mijn vriend appen, denk ik. Dat is wel cute, maar awkward tegelijk. Maar ik heb geen idee wat ik wilde zeggen. Maar laat gewoon een leuke comment achter. En dan zie ik jou hopelijk de volgende keer weer. Doei doei!